Welkom op onze nieuwe vlog. Het is vandaag zeer warm en ik ga direct beginnen te koken. Ik heb de kinderen en Linda gevraagd wat ze vandaag wouden eten. En ze zeiden insalata di pasta fredda, of in het Nederlands koude pasta salade. Willen jullie zien hoe dat ik deze maak? Kijk dan zeker mee. En wat heb ik gekocht? Fusilli. Basilicum, een mix van kersttomaten, kleine mozzarella bolletjes, een grote mozzarella bol die ik in stukjes ga snijden, maïs, zwarte olijven en tonijn in olijfolie. Laten we er eens aan beginnen. Zo, het water is aan het koken. Ik heb er al zout bij gedaan. Nu ga ik er een klein scheutje olie bij doen, zodat de pasta niet aan elkaar blijft plakken. En heel belangrijk, uw pasta moet beetgaar zijn. Niet te lang, want anders is uw pasta plat. Zo, de pasta is aan het koken. Ik ga eens even bij Pietro kijken. Thank you.